Om organisaties in contact te brengen met potentiële vrijwilligers, organiseerde Breda Actief woensdagavond een vrijwilligerscafé bij de Rooipannen. Dit is eigenlijk gewoon een fysieke marktplaats waar vrijwilligers, of ja, eigenlijk nog de potentiële vrijwilligers, met organisaties in gesprek kunnen gaan. En kunnen kijken van, wat is hun talent? Kunnen ze die inzetten? En wat heeft een organisatie te bieden? En het gaat van sportverenigingen tot organisaties in de zorg, budgetcoaches tot tuinprojecten, buurtuinprojecten in de wijken. En het is heel divers. Vrijwilligerswerken is ook heel erg divers. Dag dames, waar bent u van? Wij zijn van de woongroep Sierenveld, een onderdeel van het SOFAC. Dat is een woongroep voor verstandelijk beperkten. Wij zoeken vrijwilligers, wij zoeken maatjes voor onze cliënten. Komt u echt mensen tekort of is het voor extra? Ja, wij komen echt maatjes tekort. 1 op de 3 Breda-naren is een vrijwilliger. Dus dat is best veel. Maar we hopen ook door middel van deze markt er een ander podium, andere ontmoeting plaats te laten vinden. Waardoor er weer meer vrijwilligers kunnen komen in Breda. Ik denk dat je nooit genoeg vrijwilligers kunt hebben. Want ik denk eerlijk gezegd, mensen die geen vrijwilligerswerk doen, dat die iets missen. Want het geeft ontiegelijk veel voldoening. Kijk, wij gaan zelf in onze eigen vrije tijd ook met onze cliënten op vakantie, omdat we dat leuk vinden. Dat is voor mij de krenten uit de pap. Want dan zijn ze anders dan op de woongroep. Het klinkt als hartstikke leuk werk. Toch loopt er niet echt storm hier. Nou, we hebben toch al een aantal aanmeldingen gekregen. Dus, ik onderzoek hoe we ervoor kunnen zorgen dat we meer mensen kunnen bewegen om vrijwilligerswerk te doen. Zo'n initiatief als dit, zou dat werken? Ja, de mensen die niet echt betrokken zijn met vrijwilligerswerk, die zitten nou thuis op de bank. Dus die komen hier niet naartoe. Het is juist de kunst om de mensen die thuis op de bank zitten ook vrijwilligerswerk te laten doen. Dus dat is nog wel een dingetje waar nog aan gewerkt kan worden. Ik werk als vrijwilliger voor een landelijke stichting. Ik zou daar meer tijd aan willen besteden als ik heel eerlijk ben. Ik kijk daar wel heel goed naar. Wat kan ik daar nou echt goed doen? Misschien moeten we een rondje maken. Hier, dat ga ik zeker doen. Wij zijn van Barça, we zijn het bestuur, of ik deel van het bestuur. En u zoekt vrijwilligers? Wij zoeken altijd vrijwilligers, ja. Is het moeilijk om aan vrijwilligers te komen? Nou, dat is niet zo eenvoudig. Alle voetbalclubs hebben daar problemen mee, daar zijn wij geen uitzondering in. Barça is een voetbalclub waarvan ik net weer gehoord heb dat het eerste elftal op de eerste plaats staat. Dus dat is hartstikke goed. En het is ook een club die nog veel meer vrijwilligers kan gebruiken. En dat hebben ze heel goed beschreven. Dus kijk jou even aan. Ze zoeken bijvoorbeeld iemand die trein nog onderhoudt. En dat soort mensen zijn daar nog van harte welkom. Niks voor u? Treinknecht? Nee.